Beste mensen, welkom. We gaan nu beginnen met de uitzending, de online toelichting over het briefrapport van het RIVM, getiteld Tussentijdse resultaten gezondheidsonderzoek Eimond. Verzorgd door de provincie, de gemeente Velsen, Beverwijk en Heemskerk en het RIVM en Nivel. Nogmaals excuses voor de vertraging, we hadden problemen met de website. We hebben gezien dat er inmiddels steeds meer mensen aansluiten, dus dat is mooi. Een bijzonder welkom aan de vele bewoners van de Eimond die meekijken. Inwoners van Wijk aan Zee hebben vandaag speciaal een jaar vergadering voor deze gelegenheid verplaatst, waarvoor veel dank. Het liefst zouden we iedereen in het echt willen spreken, maar door de coronamaatregelen is dat helaas niet mogelijk. Vandaar dat we deze oplossing kiezen, die helaas niet optimaal is, dames en heren. Daar zijn we ons zeer van bewust. Toch vonden we het belangrijk om dit nu vanavond voor u te gaan organiseren. U zult dadelijk een korte inleiding krijgen van gedeputeerde Jeroen Olthof namens de provincie Noord-Holland en wethouder Sebastiaan Dingens van de gemeente Velsen namens de drie Eimondgemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk. Daarna zullen de onderzoekers van het RIVM en Nivel, Janneke Elbersen en Michel Dukers, het rapport kort toelichten. Dan eindigen we met een korte reactie van wethouder Dingens en gedeputeerde Olthof en dan kunt u via de chat vragen stellen. Die vragen zullen allemaal worden beantwoord. Een deel daarvan doen we straks live met de deskundigen en de bestuurders. Het gedeelte dat niet aan bod komt, beantwoorden we in de komende dagen en later verschijnen alle vragen en antwoorden op de website van de provincie. Ook de opname van deze bijeenkomst blijft beschikbaar op de site van de provincie en die kunt u terugkijken. Heeft u vragen over uw persoonlijke gezondheid? Daar is deze bijeenkomst helaas niet voor bestemd. Die kunt u stellen aan de GGD. We beginnen bij de aanleiding voor waar we hier vanavond voor bij elkaar zijn. Daarvoor geef ik graag het woord aan gedeputeerde Jeroen Olthof en daarna wethouder Sebastiaan Dingens. Het woord is aan Jeroen Olthof. Ja, dankjewel Dirk. De directe aanleiding voor dit onderzoek dat stamt alweer uit 2018-2019. De zogenaamde grafietregens hebben voor heel veel onrust in de omgeving Wijk aan Zee en de Eimond gezorgd. En samen met de bewoners is er een klankbordgroep gevormd waar ook experts in zaten. En het RIVM heeft een aantal onderzoeksvragen geformuleerd. En de Eimondgemeente samen met de provincie hebben in 2020 hebben opdracht gegeven om dit onderzoek verder uit te voeren. Nou, nu zitten we inderdaad, hebben we het eerste tussentijdse rapport. De eerste in een reeks van een aantal rapporten die de komende tijd ook zullen volgen. En ik wil graag nu het woord even aan mijn collega Sebastiaan Dingens geven van de gemeente Velsen, om ook namens de gemeente een inleiding te geven. Sebastiaan Dingens. Ja, goedenavond allemaal. Mijn naam is inderdaad Sebastiaan Dingens, wethouder in gemeente Velsen. Maar ik ben hier vanavond ook zeker namens de gezamenlijke Eimondgemeente, dus ook namens mijn collega wethouders Heider Errol van Beverwijk en Aad Schol van Heemskerk. En wij maken ons in de Eimond al langer zorgen over de impact van de industrie, van de scheepvaart, van het wegverkeer en van de staalfabriek op onze gezondheid. En dat is waarom we vorig jaar het RIVM opdracht hebben gegeven om nader onderzoek te doen. De uitkomsten van deze tussenrapportage bevestigen dat dit niet voor niets is, want ze onderschrijven onze zorgen en die van onze inwoners. Daarom zijn we heel blij en dat is heel goed dat het onderzoek er dan nu ook is. Het was nodig om te onderbouwen wat inwoners al langer aangeven. Dat staat nu zwart op wit. Het lijkt me goed dat we eerst even overgaan naar de inhoudelijke toelichting op de uitkomst van het gezondheidsonderzoek. Dan komen we daarna nog even bij u terug. Dank u wel, wethouder Dingens. Ik geef het woord aan de onderzoekers. Dat zijn Janneke Elbersen namens het RIVM en Michel Dukers namens Nivel. Ik vraag Janneke om even haar microfoon aan te zetten. Als het goed is, ben ik nu te verstaan en nu moet ik nog de presentatie zichtbaar krijgen. Excuus daarvoor, dat is altijd weer even zoeken in elk systeem. Is de presentatie zichtbaar voor iedereen? Ja, die is zichtbaar. Okay. Goedenavond iedereen. Eerder vandaag is het RIVM briefrapport over de tussentijdse resultaten van het gezondheidsonderzoek openbaar gemaakt. En vanavond wil ik daar kort een toelichting op geven. Dat zal ik samen doen met Michel Dukers van het Nivel, want het Nivel heeft ook een stuk van het onderzoek uitgevoerd. Verder werken we in het gezondheidsonderzoek samen met GGD Kennemerland en GGD Amsterdam. En ook ik wil u heel kort even terug meenemen naar 2019. Er was toen overlast van grafietregens in de Eimond en het RIVM is toen gevraagd door de provincie om deze te onderzoeken.
Het RIVM heeft hier toen een risicobeoordeling op uitgevoerd om te kijken wat zit er in de gravietregens en wat betekent het voor de gezondheid. Daarnaast merken we dat er heel veel vragen speelden in de IJmond over de luchtkwaliteit, over de gezondheid. En tegelijkertijd was er al heel veel onderzoek gedaan. Dus we hebben op basis van de kennis die er al was, heel veel vragen proberen te beantwoorden. En die antwoorden kunt u ook vinden op onze website van het RIVM. Veel dingen over de luchtkwaliteit en gezondheid staan daar beschreven. Nadat we al deze vragen beantwoord hadden, bleven er nog een aantal vragen openstaan. En samen met de klankbordgroep hebben we gekeken en vastgesteld dat er nog 8 onderzoeksonderwerpen open stonden waar nog vragen over leefden in de IJmond. En daarvan zijn er 3 onderzoeksonderwerpen die onderdeel zijn van het gezondheidsonderzoek wat we momenteel als RIVM uitvoeren in de IJmond. Dat zijn de volgende 3 onderzoeksvragen die nog openstaan. Janneke? Ja? De presentatie is even overgenomen door Judith. Wil jij even zeggen welke sheet er moet voor me komen te staan? Als het goed is, heb ik slide 3 nu voor mij staan. De presentatie is nu voor, ja. Het gaat, zoals ik zei, over 3 onderzoeksvragen die nog open stonden bij bewoners. De eerste vraag was, wat zit er in het stof dat we aantreffen in onze leefomgeving? Wat is het gezondheidsrisico van dit stof? En waar komt dat stof vandaan? De tweede vraag die heel erg leeft is, wat is de luchtkwaliteit? En dan niet per se jaar gemiddeld, maar met name tijdens pieken. Wat betekenen die pieken in luchtkwaliteit voor de gezondheid? En waar komen die pieken vandaan? En de derde vraag die veel gesteld had was, zijn er acute gezondheidsklachten in de IJmond? Zo ja, welke zijn dat dan en waar worden ze door veroorzaakt? Mag ik de volgende slide, Judith? Dan kan ik alleen niet meer zien of de slide... Even kijken of ik... Ja, ik zie wat jullie in beeld hebben. In dit tussentijdse rapport presenteren we een aantal resultaten. Dus nog niet alle resultaten zijn bekend van het gezondheidsonderzoek. Wat we in dit rapport vandaag wel presenteren, is een stukje over de luchtkwaliteit en de pieken. We laten straks wat zien over de fijnstofconcentraties die per uur of per dag er zijn. En daarnaast laten we 2 onderdelen zien die te maken hebben met de acute gezondheidsklachten in de IJmond. Aan de ene kant heeft het NIVO voor onze verkenning uitgevoerd om te kijken, zijn de acute gezondheidsklachten? Zo ja, welke dan? Is het meer of minder dan elders? En ten tweede werd ons gevraagd om uit te zoeken of het haalbaar is om een panelstudie uit te voeren. Daar kom ik straks op terug. Mag ik de volgende slide? Om te beginnen met de luchtkwaliteit. Als er gekeken wordt naar de luchtkwaliteit, bijvoorbeeld fijnstof, dan wordt er vaak gekeken naar het jaargemiddelde. Maar tegelijkertijd hebben bewoners geen last van jaargemiddelde fijnstofconcentraties. Ze hebben met name last op het moment dat ze denken, de luchtkwaliteit voelt niet goed, hij voelt ongezond, hij voelt zwaar. En dat is ook iets wat vaak beschreven wordt in de IJmond. En daarom hebben we in dit onderzoek beschikbare data op een andere manier bekeken, op een nieuwe manier bekeken. Ten eerste hebben we alle data samengebracht die er is. Die kunt u ook vinden op het luchtmeetnet. Daar is alle meetdata beschikbaar. En toen hebben we gekeken, in plaats van een jaargemiddelde, wat zijn de daggemiddelde concentraties fijnstof en wat zijn de uurgemiddelde concentraties fijnstof, om meer inzicht te krijgen in die pieken. Treden die pieken op en zo ja, wanneer? En die concentraties hebben we als derde gekoppeld aan de luchtkwaliteitindex. En de luchtkwaliteitindex is een instrument of een manier om luchtkwaliteit te koppelen aan fijnstof. We weten dat fijnstof, en met name hogere concentratie van fijnstof, kan leiden tot klachten. U kunt denken aan benauwdheid of aan hoesten. En met name bij kwetsbare groepen kan het optreden. Kinderen, mensen met longaandoeningen, ouderen. En de luchtkwaliteitindex helpt ons om inzicht te krijgen wanneer is een luchtkwaliteit goed. Dus goed voor de gezondheid, wanneer matig, onvoldoende, slecht of zeer slecht. Dus daarmee koppel je de luchtkwaliteit aan gezondheidseffect. U ziet hem hier ook voor u, de luchtkwaliteitindex. Hij beschrijft wat de concentraties mogen zijn voor fijnstof, zowel voor een uur of als een dag. Mag ik de volgende slide? In het rapport wat vandaag openbaar is gemaakt, hebben we op verschillende manieren die pieken in luchtconcentraties of in fijnstofconcentraties inzichtelijk gemaakt. En ik ga vandaag 2 weergaves met u delen. Er staan de 3 in het rapport, maar dan heeft u een idee wat we als RIVM hebben onderzocht. Ten eerste
In deze tabel ziet u voor de verschillende meetpunten de Eimond en twee achtergrondstations. Dat zijn de Rijp en de Zilk. En achtergrondstations zijn meetstations die ver buiten de industrie vandaan zitten, dus ver buiten de Eimond staan. U kunt zien hier in deze tabel hoeveel uren van het jaar een bepaalde luchtkwaliteit voorkomt. En op basis van deze tabel kunt u zien hoe erg is het bij mij in mijn leefomgeving, hoeveel uren is de luchtkwaliteit goed of matig of onvoldoende. En je kan het ook vergelijken met elkaar. Wat u bijvoorbeeld hierin ziet, als je kijkt naar de luchtkwaliteit in Wijk aan Zee, dan ziet u dat vaker dan 2000 uur in 2019 van matige kwaliteit waren. Terwijl in de Rijp het 710 uur waren. Deze tabel laat ook zien dat de luchtkwaliteit in de Eimond vaker matig tot onvoldoende is, als je dat vergelijkt met de achtergrondstations. Mag ik de volgende slide? Dit is een tweede manier van weergeven van de luchtkwaliteit. Het is een kalender waarin elke dag van het jaar een kleur heeft. En die kleur correspondeert met de luchtkwaliteitindex. Ik laat hier een deeltje zien. In het rapport vindt u het hele jaar 2019 en voor elke dag kunt u het zien. U kunt ook zien in dit overzicht of in deze kalenderweergave wat de windrichting was op zo'n moment en wat dus het jaar of de daggemiddelde fijnstofconcentratie was. In deze kalender kunt u een aantal dingen doen. U kunt eerst bekijken hoe is de luchtkwaliteit in mijn leefomgeving. Als u bijvoorbeeld in Beverwijk woont in de buurt van het luchtmeetnet of het luchtmeetstation, kunt u zien hoe vaak is de luchtkwaliteit bij mij matig of onvoldoende of goed. U kunt het vergelijken met andere locaties, zowel binnen of buiten de Eimond. En u kunt kijken in hoeverre de windrichting een rol speelt bij de luchtkwaliteit. Ook in deze weergave laat zien dat in de Eimond er vaker matig tot onvoldoende luchtkwaliteit is, als je dat vergelijkt met de achtergrondstations. Dus je ziet hier veel vaker geel en oranje terugkomen in plaats van blauw, wat betekent dat er een goede luchtkwaliteit is. Mag ik graag de volgende slide? En met deze weergaves beseffen wij ons heel goed als RIVM dat we helaas niet alle vragen hebben kunnen beantwoorden van bewoners over pieken in de lucht. Pieken in de lucht zijn moeilijk te meten, of is ingewikkeld om te meten, maar soms ook ingewikkeld om te duiden. En dat betekent dat er nog best wel wat vragen openstaan over wat zit er nou in de lucht tijdens een piek, of een slecht moment in de luchtkwaliteit, en wat betekent dat voor gezondheid. Ik wil kort toch even drie beperkingen noemen aan het meten van en duiden van pieken. Ten eerste, de lucht die u inademt bestaat uit een mengsel van stoffen. En elk van die stoffen heeft een eigen manier van meten nodig. Dus een eigen manier om te detecteren of er stof in de lucht zit of en hoeveel dan. En ook een eigen manier van duiden nodig. Dat betekent, je moet voor elke stof uitzoeken wat betekent die stof voor de gezondheid als je die binnenkrijgt. Dat noemen we duiden. En dat kent de uitdagingen. En ook omdat de lucht een mengsel is van stoffen, en we weten ook niet altijd goed wat de mengseltoxiciteit doet, dus wat doen die stoffen samen met elkaar in de lucht, is het heel moeilijk om te zeggen wat is precies de luchtkwaliteit tijdens een piek. En de tweede beperking die we kennen, is dat als er een piek is, bijvoorbeeld een grote rookwolk of een grote stofwolk, dan moet je om die goed te kunnen meten, met je meetapparatuur, de juiste meetapparatuur die de stoffen van die piek kan meten, op de juiste plek staan op het juiste moment. U kunt zich voorstellen dat dat niet altijd het geval is. En dat soms ook de stofwolken of pieken in de luchtkwaliteit langs de meetpaal opgaan. En we hem dus niet goed kunnen detecteren. Een derde beperking die we zien als je wil weten wat adem ik in tijdens een piek en wat betekent het voor mijn gezondheid, is dat sommige stoffen geen gezondheidskundige norm kennen voor een kortdurende piek. En een gezondheidskundige norm is iets wat wij gebruiken om te kunnen zeggen wat is het risico als je deze stof inademt. Veel stoffen hebben wel een gezondheidskundige norm voor bijvoorbeeld een jaarblootstelling, maar niet voor een dag- of een uurblootstelling. Dus hier liepen we ook tegenaan toen we met deze vraag probeerden te beantwoorden. Dan wil ik nu graag het woord geven aan Michel. Dankjewel, Janneke. Mijn naam is Michel Dukers. Ik werk bij het NIVEL en ik ben lid van een onderzoeksteam. Wat eigenlijk voortdurend onderzoek doet naar de gevolgen van de leefomgeving, gebeurtenissen in de leefomgeving en wat dat met de menselijke gezondheid doet. Daarvoor maken wij gebruik van een infrastructuur die in Nederland ook wordt gebruikt om bijvoorbeeld griep te monitoren, maar ook om onderzoek te doen naar gewasbestrijdingsgevolgen, veehouderijen. In dit geval hebben we hem gebruikt voor het onderzoek in de Eimond.
De essentie van onze methode is dat wij gebruik maken van huisartsen in het gebied, daar kom ik zo op. En dat heeft een belangrijk voordeel waar ik ook zo op kom. Maar het doel van onze verkenning nu was om te verkennen of er in de IJmond meer en of minder acute gezondheidsproblemen worden gemeld aan de huisarts. Vergeleken met regio's in Nederland met evenveel industrie en regio's met minder industrie of meer plattelandsgebieden. En daarbij moet ik meteen al aangeven, want net als u allen zijn wij als onderzoekers buitengewoon geïnteresseerd in het aantonen van relaties. Dus welke factor werkt nu door in de gezondheid? Maar een verkenning als deze heeft meteen al een beperking, dat wij nooit in staat zijn om alle factoren die hierin meespelen mee te nemen. We weten ook op basis van de eerdere onderzoeken dat zaken als leefstijl van mensen, de omgeving waarin je werkt, blootstelling aan verkeer, scheepvaart, dat speelt allemaal mee en daar hebben wij geen rekening mee kunnen houden. En die beperking wil ik graag op voorhand al noemen. Volgende dia graag. Wat we in dit geval gedaan hebben, is huisartspraktijken in de bestaande database van het NIVEL hebben we aangevuld met hulp van RIVM en GGD Kennemerland met een aantal nieuwe praktijken in het gebied. En zo hebben we een studiegebied waar uiteindelijk 9 huisartspraktijken in deelnemen, met een gemiddelde van ruim 30.000 patiënten. En die groep hebben wij vergeleken met een controlegebied van praktijken in industriegebieden in Nederland. Daar hebben we er 8 voor geselecteerd met een vergelijkbaar aantal patiënten. En een controlegebied platteland met minder blootstelling duidelijk. Dat is een grotere groep met meer patiënten. En zoals jullie kunnen zien is de gemiddelde leeftijd en de man-vrouw verhouding komt behoorlijk overeen. Wat is nu de waarde van huisartsdata? Nou, in de eerste plaats, iedere Nederlander heeft een huisarts. En veel van die huisartsen zijn aangesloten in de registraties die wij meenemen in dit onderzoek. En dat betekent dat op het moment dat iemand bij de huisarts komt met een klacht als buikpijn, vermoeidheid of vage klachten, dan wordt dat altijd geregistreerd volgens een vast systeem. En dat is in feite een codeboek, wat uit honderden codes bestaat, van longontsteking tot en met vermoeidheid, duizeligheid, maar ook meer chronische klachten, kanker, medicatie, sociale problemen, psychische klachten. Dat wordt allemaal geregistreerd en kunnen wij volgen over de tijd. In dit geval hebben we een periode van 7 jaar genomen, van 2013 tot en met 2019. En over die hele periode hebben wij uit het studiegebied, dus de IJmond, en de controlegebieden, alle codes voor acute klachten uit de registraties gehaald voor verschillende chronische aandoeningen. En die hebben we door de tijd heen vergeleken met elkaar. Dus dat is in een notendop de methode die we hebben toegepast voor deze verkenning. En dan kom ik nu meteen op de eerste slide met resultaten. Overigens, deze rapportage kunt u downloaden op onze website. Ik heb hier een kaft ingeplakt van het rapport. Maar als u naar de NIVEL-site gaat, is het rapport gewoon te vinden. De bevindingen staan ook in het RIVM-rapport natuurlijk. Vergeleken met het platteland vinden wij in de regio IJmond significant vaker acute gezondheidsklachten als misselijkheid of braken, buikgriep, symptomen van het oog, pijn, druk aan de borst, hoofdpijn, tintelingen, vingers, voeten, tenen, angstig depressief gevoel, stoornis van geheugen, concentratie, oriëntatie, benauwdheid, bloedneus en jeuk. Dat vinden we dus vaker in IJmond vergeleken met de plattelandsvergelijkingsgroep. En ook voor de chronische aandoeningen vinden wij significant vaker een aantal aandoeningen. Chronische aandoeningen van het hart, longkanker, COPD en diabetes. Dat is ook in lijn met eerdere onderzoeken, maar het is ook opvallend dat wij dit in onze studie nu opnieuw terugvinden. Volgende dia graag. Als we het dan vergelijken met de controlegroep waarin industriële activiteit ook plaatsvindt, dan is het ook opvallend dat we hier juist in de IJmond ook vaker acute gezondheidsklachten vinden rondom symptomen buik of maag, misselijkheid, braken, symptoom van het oog, pijn, druk op de borst, hoofdpijn, duizeligheid, benauwdheid en jeuk. En voor de chronische aandoeningen vinden we ook hier in vergelijking met industrie in de IJmond vaker chronische aandoeningen van het hart, longkanker en diabetes. Volgende dia alsjeblieft. En op basis daarvan kunnen wij een aantal conclusies trekken. Dat het sowieso het geval is dat er in de IJmond relatief meer acute gezondheidsklachten worden gemeld bij de huisarts.
dat we die klachten in meerdere orgaansystemen of lichaamsonderdelen terugvinden. Van luchtwegen, maag, darmkanaal, hart, huid, ogen. Dat er ook een aantal chronische aandoeningen vaker komt, die we ook in eerdere studies terugzien in het gebied. En wat we bovenal zien is dat het geen grillig patroon is, maar dat al die resultaten over de onderzochte jaren heen heel consistent zijn. Dat zijn vergelijkbare kansen, vergelijkbare trendlijnen. Dus dat bevestigt gewoon dat de gezondheidslast in het gebied steviger is dan in andere industriegebieden en het platteland. We willen nu graag het woord teruggeven aan Janneke. Dank je. In dit onderzoek hebben we niet gekeken of de klachten die bij de huisarts gemeld worden samenhangen met de momenten dat de pieken van bijvoorbeeld fijnstof of slechte luchtkwaliteit in IJmond zijn. Daarvoor heb je een ander soort onderzoek nodig. En de provincie heeft ons ook gevraagd samen met de IJmondgemeente om te kijken of het haalbaar is in IJmond om een panelstudie uit te voeren. En een panelstudie betekent dat je voor een langere tijd dezelfde groep mensen volgt. Dus dat je elke dag aan deze mensen vraagt een dagboek bij te houden met wat ze voor klachten hebben of wat ze ervaren. En het doel van zo'n panelstudie zou zijn om te onderzoeken of de dagelijkse klachten die mensen ervaren worden beïnvloed door de luchtkwaliteit. Dus door verandering van luchtkwaliteit verwacht je andere gezondheidsklachten te ervaren. En dan kan je ook kijken welke rol de emissies van Tata Steel hier mogelijk in hebben. We hebben dit besproken met een aantal experts, of zo'n studie haalbaar is voor de IJmond. En zo'n studie is haalbaar. Je mag hem doorklikken, Judith. Dankjewel. Het heeft twee belangrijke randvoorwaarden om zo'n studie te kunnen starten. Aan de ene kant is er een groot genoeg variatie in luchtkwaliteit nodig om een verschil op te kunnen pikken. Dus je hebt voldoende variatie nodig in de luchtkwaliteit. En we zien ook dat in de IJmond die variatie groot genoeg is. Dus je ziet grotere pieken en ook momenten dat er weinig fijnstof in de lucht is. Tegelijkertijd moet het aantal mensen dat mee kan doen aan zo'n studie groot genoeg zijn. En ook in de IJmond is dit het geval. Dus de mensen die mee kunnen doen in de studie is groot genoeg om effecten die je verwacht te kunnen oppikken als deze mensen meedoen. In het rapport beschrijven we, ik wil nog heel even één tel terug, dankjewel. In het rapport beschrijven we heel kort een advies over welk onderzoeksgebied zou je kunnen meenemen. Denk aan Wijk aan Zee, Beverwijk, Velsen, IJmuiden. Welke doelgroepen, welke uitkomstmaten je in zo'n onderzoek kan meenemen. En welke stoffen in de lucht je dan wil meenemen qua luchtkwaliteit en qua markerstoffen voor wat de bron kan zijn. Nu mag die door naar de volgende. Ter afsluiting. Er zijn verschillende onderdelen in dit rapport. Die hebben we even kort aan jullie gepresenteerd. Concluderend is dat de luchtkwaliteit in de IJmond vaker matig tot onvoldoende is, als je het vergelijkt met regio's buiten de IJmond. Daarnaast zien we dat er een zwaardere gezondheidslast is in de IJmond. Er worden meer acute gezondheidsklachten gemeld bij de huisarts. Verschillende chronische aandoeningen komen ook vaker voor. En we hebben vastgesteld dat een panelstudie haalbaar zou zijn als vervolgonderzoek. Dan zegt u waarschijnlijk, wat moet er nu gebeuren met deze resultaten? En zoals Jeroen net ook al zei, dat is nu aan de bestuurders om hier mee aan de slag te gaan. Wel hebben we als RIVM het advies gegeven hard te werken aan een gezonde leefomgeving of een gezondere leefomgeving. Die ook als prettig en schoon en gezond ervaren wordt. En dit kan bijvoorbeeld door uitstoot in de IJmond terug te dringen en te verminderen. Zowel industrie, scheepvaart, verkeer. Maar ook om overlast en last van stoffen of stank te verminderen. En dat zal bijdragen aan een gezondere leefomgeving. Die door mensen ook als gezond ervaren wordt. Mag ik naar de volgende slide? En dat is volgens mij ook de afsluiting. Dankjewel. Voor een eerste reactie vanuit de bestuurders geef ik in eerste het woord aan wethouder Sebastiaan Dingjens van de gemeente Velsen namens de drie IJmondgemeenten. Sebastiaan Dingjens. Ja, dank. En ook dank aan RIVM en Nivel voor dit onderzoek en ook de heldere uitleg daarvan. Kijk, het zijn best wel confronterende conclusies en resultaten. Want dat we hier niet dezelfde luchtkwaliteit hebben als op het platteland, dat wisten we wel. Want de IJmond is een zwaar belast gebied. Komt door de uitstoot van de industrie, van de wegverkeer, scheepvaartverkeer. En de aanwezigheid van Tata Steel in dit gebied heeft hierin onmiskenbaar een aandeel. De IJmond is de enige plek in Nederland met een staalfabriek en onderscheidt zich daarmee natuurlijk met andere industriegebieden van Nederland. Nu we zien dat er in de IJmond ook in vergelijking met andere industriële gebieden significant meer gezondheidsklachten zijn, vinden ik en mijn collega's uit Beverwijk en Heemskerk dat heel zorgwekkend. Waar dat nou precies door komt, kunnen we natuurlijk op basis van dit onderzoek niet echt iets over zeggen. Maar wat wel duidelijk is, is dat het anders moet. Want wat we nu doen, is niet voldoende. En het gaat hier wel om de gezondheid van onze inwoners.
Die gezondere IJmond die moet er komen. Daar hebben de inwoners van onze mooie gemeenten recht op. Wel lopen we, dat merken we, tegen de grenzen aan wat we als lokale overheden kunnen doen. En daarom hebben we aan de bel getrokken bij onder andere de Rijksoverheid. En daarover kan de heer Othoff ook iets verder over vertellen. Jeroen. Ja, dankjewel Sebastian. Ook het college van de provincie Noord-Holland deelt de zorgen van de bewoners van de IJmond over de gezondheid en ziet deze ook bevestigd in de resultaten van dit onderzoek. En ondanks dat je weet dat er veel aan de hand is in de IJmond, is het toch confronterend om deze cijfers te zien. Specifiek de resultaten met betrekking tot de acute gezondheidsklachten vormen daarbij wel een nieuw inzicht. Wat dit onderzoek ook laat zien, dat voldoen aan de wettelijke normen niet automatisch betekent dat er ook sprake is van een gezonde leefomgeving in dit gebied. En dat geeft ook wel weer een aanvullend inzicht. Daarom hebben we ook Simons extra aangespoord en zien we ook een sterke motivatie in dit rapport om door te gaan met het programma Tatenstiel. Dat betekent dus dat we binnen onze mogelijkheden het maximale zullen doen om de vergunningen aan te scherpen en toezicht en handhaving goed uit te voeren. Dat we ook bij Tata zullen aandringen om de investeringen, de aangekondigde investering van 300 miljoen, dat die ook zo snel mogelijk ter hand worden genomen. Dat er een duidelijke agenda komt met de verwachte resultaten die dit oplevert. Maar op basis van wat ik net zei, dat uiteindelijk voldoen aan de wettelijke normen die nu gesteld zijn in de milieuwetgeving geen garantie zijn voor een gezonde omgeving, betekent ook dat we het Rijk oproepen om samen met ons het element gezondheid een belangrijkere plek te geven in die milieuwet en regelgeving. Alleen dan zijn we ook als provincie, als bevoegd gezag, in staat om ook de gezondheid op een betere manier te waarborgen. Daarnaast zien we ook dat het Rijk veel ambities heeft voor duurzaamheid op lange termijn. Ik denk dat het ook goed is voor Tata Steel dat het inderdaad die groene, duurzame fabriek wordt die ook nodig is. Maar wat ook belangrijk is, en daar doen we ook een oproep naar het Rijk toe om dat met ons mogelijk te maken, om maatregelen uit te kunnen voeren die ook op de korte termijn zorgen dat de gezondheid verbetert. Dat uiteindelijk een gezondere leefomgeving in de IJmond op korte termijn ook mogelijk is. Daarbij wil ik wel aangeven dat de korte termijn, het blijven nog steeds investeren. Het zijn grote fabrieken waar investeringen moeten plaatsvinden. Maar volgens mij zijn we het allemaal met elkaar eens dat het noodzakelijk is dat we met elkaar de schouders eronder zetten om daarvoor te gaan strijden met elkaar. Om te zorgen dat de IJmond die gezondere leefomgeving wordt die het ook verdient te zijn. Er zijn een aantal vragen binnengekomen, die zal ik voorlezen en aan de deskundigen en de bestuurders stellen. De meeste vragen die op dit moment binnenkomen zijn gericht aan aan de deskundigen. Ik begin even met de vraag, waarom is er gekozen om 7 jaar terug te gaan? Die vraag stel ik aan Janneke Elbersen van het RIVM. Die vraag kan ik beter even door Micha laten beantwoorden van het NIVEL. Want ik neem aan dat deze vraag gaat over de acute huisartsdata. Excuus. Michel Dukers. Ja, wij doen dat vaker bij onderzoeken dat we 5 tot 7 jaar teruggaan. Het kan ook 8 jaar zijn, maar in de regel is een dergelijke termijn is voldoende om te kijken of er patronen zijn. En in de rapportage is ook duidelijk te zien dat inderdaad over die periode van 7 jaar een stabiel patroon is in allerlei klachten. Als je bijvoorbeeld 2 jaar zou nemen, dan is het veel lastiger om te kijken of er een trend is. Dus je wil wat meer jaren hebben om dat patroon goed inzichtelijk te maken. Hartelijk dank. Dus een stabiel patroon en daarom wat langere periode. Andere vraag is deze kalender die in beeld was over de fijnstof. Was van januari en februari. Was er ook een effect te zien in de verbetering van de lockdown als gevolg van de corona? Dus was er een verbeterd effect gezien door de corona? Vraag aan Janneke Elbersen. Wat we in dit rapport laten zien is de data over 2019. Dus u ziet in dit rapport, als u dat plaatje opent, de kalender van 2019. Dus hierop kunnen we niet zien wat het effect van corona is. Dat begon in 2020. Het kan zijn als we een vergelijkbare afbeelding maken van 2020, dat we een ander beeld krijgen. En of dat dan door corona komt, is iets om verder dan uit te zoeken, denk ik. Hartelijk dank. Er komen nog steeds vragen binnen in de chat. Die kunt u ook gewoon stellen. Ook al komen ze hier niet aan bod, dan zullen we ze later ook nog online beantwoorden. Een vraagje nog over de concentratie fijnstof. Is er een verschil tussen buiten- en binnenlucht als er een hoge concentratie fijnstof wordt gemeten? Vraag aan Janneke Elbersen.
Als er veel ventilatie is in een huis, is de fijnstofconcentratie binnen en buiten vergelijkbaar. Maar dat ligt er dus aan in hoeverre deuren en ramen dicht zitten. In dit onderzoek hebben we vooral gekeken naar de buitenposten, of hebben we alleen gekeken naar de buitenposten. Dus we kunnen niet zeggen wat de binnenconcentraties zijn op deze dagen. Hartelijk dank. Dan een vraag over de huisartsenstudie. Wat is een significant meer? Dus hoeveel steviger is er hier gevonden? Is er een percentage daarin te noemen? En zijn er ook klachten die juist minder hier zijn gevonden dan in andere gebieden? Een vraag aan Michel Dukkers van het NIVO. Om met de eerste te beginnen. We vinden vaak kansen, of odd ratios heet dat dan, van 1,5, 1,8. Dat komt eigenlijk neer op 1,5 keer zoveel of 50% meer kans. Het zijn nog steeds, statistisch gezien zijn dat geen hele grote effecten. Hè? Dat moet ik wel benadrukken. Dit zou vallen onder een klein effect, maar tegelijkertijd, ik realiseer me ook goed dat statistische taal geen recht doet aan het terechte gevoel van mensen dat er iets gaande is. Dus hou het maar op 50% meer kans op allerlei klachten. Anderhalf grootheid ten opzichte van de controlegebieden. De tweede vraag. Even goed nadenken. Wat was de tweede vraag ook weer? Even kijken hoor, want ik was inmiddels door. Wat is significant? Is er een percentage te noemen? En zijn er ook klachten die minder voorkomen in dit gebied dan andere gebieden? Nou, over die tweede vraag, dat is wel heel opvallend dat we juist... We vinden geen klachten die minder vaak voorkomen. Dus wat we vinden komt gewoon vaker voor. Helder. Dan een medische vraag. Er stond in het rapport symptomen van het oog. Wat zijn symptomen van het oog? Is dat verder gespecificeerd? Dan moet u vooral denken aan irritatie, pijn. Dan is het nog. Mensen komen bij de huisarts en benoemen dat ze irritatie in het oog hebben of pijn. En dat wordt dan ook als zodanig geregistreerd. En dat kan aanleiding geven om aanvullende tests uit te voeren. Om tot een meer specifieke diagnose te komen. Wij hebben vooral gekeken naar de acute klacht waarmee men bij de huisarts komt. Prima. Dan nog een vraag over de deeltjes fijnstof. Is er vooral gekeken naar PM10 of is er ook naar kleinere fijnstofdeeltjes gekeken? Dus kortom, naar welke fijnstof is gekeken in dit onderzoek? In dit onderzoek is specifiek naar PM10 gekeken. Dat betekent alle fijnstofdeeltjes kleiner dan 10 micrometer. De luchtkwaliteitindex kan je ook bekijken vanuit PM2,5. Dus dat is nog kleinere deeltjes zijn dat. En dat hebben we in deze studie nog niet gedaan. Maar dat is wel iets wat mogelijk is. En dan krijg je vergelijkbare kalenders, kan je bijvoorbeeld maken. Prima. Dan hier een vraag voor de bestuurders. Dat is een vraag voor Jeroen Olthof. Is er echt meer onderzoek nog nodig of weten we nu niet al genoeg? Vraag aan Jeroen Olthof. Nou, we weten heel erg veel. En er is ook geen onderzoek, niet nog meer onderzoek nodig om ook in actie te komen. Dus onderzoek is niet nodig om nog meer te weten. Of in ieder geval om in actie te komen. Het is wel goed om te blijven onderzoeken. Omdat ook dit onderzoek toch weer nieuwe inzichten geeft en meer informatie geeft. Dus ja, we zullen meer onderzoeken blijven doen om nog meer te leren van wat er gebeurt. En aan de andere kant moeten we ook gewoon vandaag in actie komen op basis van wat we al weten. En een vervolgvraag daarop. Wat gaat de overheid nu doen met deze rapporten? We gaan in ieder geval onverwijld verder met het programma Tatenstiel, waarin we dus op basis van de huidige wet en regelgeving ook de vergunningen aanscherpen en het toezicht en handhaving aanscherpen. Daarnaast zullen we ook met Tata overleggen om die 300 miljoen zo snel mogelijk te investeren, zodat er ook op korte termijn zichtbare verbeteringen zijn voor de omgeving. Maar wat ik net al aangaf, wat ontzettend belangrijk is, is dat we ook met het Rijk gaan kijken om toch de gezondheid beter te verankeren in de wet en regelgeving, zodat we daar beter op kunnen handhaven en dat we ook bij het Rijk aankomen. Kloppen om samen een aantal verbeteringen mogelijk te maken, waardoor uiteindelijk op korte termijn ook een gezondere leefomgeving bereikt kan worden. Hartelijk dank. Dan nu weer een vraag over het panelonderzoek wat geadviseerd wordt. Hoe lang duurt dat onderzoek als dat ingezet wordt? Dat is een vraag aan het RIVM. Ja, dan wil ik graag een onderscheid maken tussen twee dingen. Op het moment dat je een panelstudie zou starten, heb je als RIVM, en daarin trekken we op met verschillende partnerorganisaties, denk aan het ERAS of GGD Kennemerland, heb je een opstarttijd nodig. Je hebt mensen om te werven, je hebt te regelen dat de meetapparatuur wordt ingeregeld. Dat zal ongeveer een half jaar in beslag nemen. In die tijd moet je ook regelen dat je een medisch-ethische toetsing krijgt. Als je gaat meten aan mensen, moet je dat altijd laten toetsen bij een medisch-ethische commissie, die daar goedkeuring voor geeft. Zo'n voorbereiding kost ongeveer een half jaar.
Wat je dan zou willen is dat je mensen voor 3 maanden volgt. Dus als mensen meedoen met zo'n studie, volg je ze voor 3 maanden lang. En dan idealiter doe je dat 2 keer achter elkaar. Dus de groep mensen die volg je 3 maanden lang. En daarna een nieuwe groep mensen die volg je ook 3 maanden lang. En dat doe je om ook seizoenseffecten of andere effecten buiten te sluiten. Je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld een griepgolf, wat nu wellicht wat anders is, maar ook bijvoorbeeld een hittegolf, ook van invloed is op acute klachten of hoe mensen hun welzijn ervaren. En door mensen dus voor een langere tijd te volgen, over een langere tijd van het jaar, probeer je dat soort effecten ook uit te sluiten. Dus reken op ongeveer een half jaar voorbereiding, dan een half jaar uitvoering en dan ongeveer een half jaar analyse. Hartelijk dank. Nog een technische vraag over de studie. Een vraag aan het RIVM. Is de studie internationaal gepeer-reviewed? En dat is voor de mensen die niet weten wat dat is, en langs internationale standaarden getest. Ja, mooie vraag. Ik had het vandaag ook daar met Michel van het NIVAL over. We zouden in ieder geval de huisartsendata heel graag laten peer-reviewen. Dus het opschrijven in de internationale literatuur. En ook internationale experts naar laten kijken. Dus dat is 1. Dat is nog niet gebeurd. Het tweede is dat het nieuwe aan zowel de luchtkwaliteit, het bekijken naar dag- en uurgemiddelde, als het bekijken van acute klachten, is een best nieuwe insteek. Ja, wat ik net ook vertelde aan het begin van mijn verhaal, normaal wordt er gekeken naar een jaargemiddelde fijnstofconcentratie. Dus de protocollen die we hiervoor hebben gebruikt zijn nog niet peer-reviewed of door andere collega-experts in het buitenland bekeken. Maar dat is wel iets waar we ook naartoe willen bewegen. Juist ook omdat we zien dat die piekbelastingen veel belangrijker zijn of veel beter door mensen ervaren worden dan zo'n jaargemiddelde. Hartelijk dank. Nog een vraag willen, Dirk? Ja, ga je gang. Dankjewel, Janneke. Dat is helemaal waar wat je zegt. Nog wel goed om te benadrukken is dat de studie intern wetenschappelijk gepeer-reviewd is door de kwaliteitscommissie bij het NIVEL. En wat ook nog belangrijk is, is dat deze werkwijze met praktijken en met coderingen en gebiedsvergelijkingen, daarover zijn al talrijke andere studies verschenen die allemaal wel gepeer-reviewd zijn. Dus de methode als zodanig is wel beproefd. Maar Janneke heeft wel gelijk als ze zegt dat in dit specifieke geval is dat nog niet gebeurd. Hartelijk dank. Nog een vraag aan Michel Dukers. Ik heb nog nooit gemeld bij mijn huisarts dat ik last kreeg van mijn luchtwegen of dat ik hoofdpijn heb gekregen van stankoverlast. Met mij ongetwijfeld nog vele anderen. Is dit meegenomen in het onderzoek? Dat is een terecht punt. Er is wat dat betreft in vergelijking met een interview of een vragenlijst is er wel enige een drempel die mensen over moeten om naar de huisarts te gaan. Maar dat geeft ook wel aan dat als mensen dan naar de huisarts gaan, dan is er ook echt wat aan de hand. En als ik daarop mag aanvullen, Dirk. Ja. We zijn ons bewust dat heel veel klachten niet bij de huisarts terechtkomen. Vooral klachten die als mild ervaren worden, zoals kortstondig benauwd zijn of hoesten of hoofdpijn. Hè, ook wat de vragensteller hier terecht stelt. Dus wat we in de huisartsdata zien is waarschijnlijk veel minder dan daadwerkelijk voorkomt. Maar dat zal in de controlegebieden ook zo zijn. Dus wat je vergelijkt, zal het ook zo zijn. Maar we zijn ons wel heel erg bewust dat deze klachten, dat dit niet het complete plaatje is. Dat veel klachten inderdaad wel er zijn, maar niet gemeld worden. Oké. Dan even voor de luchtkwaliteit, RIVM. Als er tot en met 2019 is gemeten, waarom worden de resultaten dan pas ruim een jaar later gepubliceerd? En wordt er nog steeds gemeten? In de IJmond en in heel Nederland wordt er altijd gemeten aan de luchtkwaliteit. Dus we hebben over heel Nederland heel veel meetstations staan. U kunt al die data ook vinden op de website luchtmeetnet.nl. We hebben gekozen om voor dit onderzoek naar de data van 2019 te kijken, om een aantal redenen. Nou, zoals u weet, 2020 was beïnvloed door corona. Dus dat hebben we niet voor gekozen. En we wilden kijken hoe krijgen we inzichtelijk wat die pieken nou doen voor mensen. Hoe krijgen we meer inzicht in die pieken? En daarvoor hebben we 2019 gekozen als jaar om daarmee aan de gang te gaan. En daar een aantal weergaves van te maken. Nu die weergaves er zijn. En als mensen ook zeggen, hey, dat helpt mij om te snappen wat mijn leefomgeving is. Wat de luchtkwaliteit daar is. Zou je die ook voor 2020 kunnen maken. En straks voor 2021. Dus er wordt continu gemeten aan de luchtkwaliteit. En je zou continu dit soort afbeeldingen kunnen maken. Hartelijk dank. Dan een vraag aan de bestuurders, in dit geval aan Sebastian Dingens. Ik mis een duidelijke brief of communicatie vanuit gemeente aan inwoners. Wat kan en moet ik vermijden?
Hoe kan ik snel zien wat de luchtkwaliteit is? Waar meld ik overlast? Wat zijn directe gevolgen? Meer informatie naar de inwoners van in mijn geval Beverwijk en Wijk aan Zee zou prettig zijn. Ja, een hele duidelijke vraag en heel herkenbaar denk ik ook. Daar hebben we de afgelopen jaren hard aan gewerkt om dat te verbeteren. Zoals mevrouw Elbers al zei, luchtmeetnet.nl is een plek om actueel de stand van zaken van de luchtkwaliteit te kunnen zien. Dus dat is in ieder geval positief. We werken heel hard om de klachten en de meldingen echt te stroomlijnen samen met de provincie en de betrokken omgevingsdiensten. En er komt vanaf 1 mei een nieuwe app in de lucht. Daar kun je ook meldingen doen en daar kun je ook de actuele informatie gaan zien. Dus daar zijn we hard mee bezig. Hartelijk dank. Aan Jeroen Oldhoff, kunt u concreet maken hoe u de leefomgeving gezonder wil maken? Het actualiseren van de regelgeving is erg vaag. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, dat kan. We willen het zo concreet mogelijk maken. Dat betekent dat we ook gewoon een hele duidelijke agenda de komende tijd willen hebben. Welke investeringen op korte termijn gaan plaatsvinden in de fabrieken van Tata. En wat daar ook de effecten van zijn op de omgeving. Wat kan de omgeving daarvan merken als die investeringen ook daadwerkelijk plaatsvinden. Dat is één. Maar ik heb ook wel goede nieuwe actuele wet en regelgeving nodig. Om ook voor de langere termijn te kunnen handhaven en het toezicht te kunnen houden. En ook te zorgen dat die vergunningen voldoen aan... Nou, de laatste wetten en regels. Dus ik heb beide nodig, maar om het heel concreet te maken, zoek ik ook heel nadrukkelijk naar een investeringsagenda om op korte termijn ook te investeren in die fabriek, om te zorgen dat ook de omgeving daadwerkelijk merkt dat het gezonder wordt. En dan krijg ik nog een precisering van deze vraag, een andere vraag. Wat wil de provincie concreet vragen aan het Rijk? Nou, we kunnen vanuit de wet en regelgeving kunnen we veel doen. Hè. Kunnen we maatregelen opleggen. Neem bijvoorbeeld de pelletfabriek waar we een maatregel hebben opgelegd om te investeren in een nieuwe filterinstallatie. Dat komt volledig voor rekening van Tata Steel. Maar op het moment dat we vinden dat er meer moet gebeuren en we zien nu dat de wet en regelgeving niet voldoende is om die gezondheid te borgen, zullen we met elkaar moeten gaan kijken wat voor aanvullende maatregelen nodig zijn om de duurzaamheidsambities op lange termijn te realiseren, maar ook op korte termijn een gezondere leefomgeving. Dan zullen we ook samen met het Rijk ons moeten afvragen van, zijn we ook bereid daarmee in te investeren? We zien op een heleboel vlakken als het gaat over duurzaamheid, of terugdringen van de CO2, dat er subsidieregelingen zijn vanuit Europa en vanuit het Rijk. Nou, voor mij is ook de gezondheid voor de korte termijn is ook wat waard. Dus die vragen willen we ook heel concreet aan het Rijk stellen. Om samen met ons daarnaar te kijken om die investeringen mogelijk te maken. Nog een vervolgvraag aan de heer Oldhoff. De gezondheidsproblemen en de CO2-uitstoot kunnen sterk worden teruggebracht door kooksfabriek 2 te sluiten. Wanneer durft iemand deze interventie te opperen? Nou, volgens mij is het niet een kwestie van durf opperen, want volgens mij is bij iedereen bekend dat kooksfabriek 2 een van de grote overlastgevers is en vervuilers is. Dus ik durf wel te opperen dat we zo snel mogelijk moeten zorgen dat kooksfabriek 2 ook dicht kan. Dan moet er wel een alternatief zijn. Dus wat mij betreft staat ook hoog op de agenda om zo snel mogelijk te investeren in maatregelen bij de kooksfabriek 2, zodat die overlast minder wordt. Maar het mooiste zou zijn natuurlijk dat we daar ook direct een grotere maatregel kunnen toepassen en de kooksfabriek 2 kunnen sluiten en die ook vervangen door een alternatief waarmee de fabriek door kan gaan. Oké, hartelijk dank. Dan een vraag voor het RIVM. Is er een correlatie tussen de pieken in de gemeente luchtvervuiling en het moment dat klachten bij de huisarts worden gemeld? Dus een relatie tussen de pieken en de klachten. Is daar een relatie tussen gelegd of is die te leggen? Niet op basis van dit onderzoek, want in dit onderzoek hebben we naar de twee onderdelen losgekeken. Dus het NIVO heeft gekeken naar de data van de huisartsen tussen 2013 en 2019. En dan hebben ze elk jaar de data bij elkaar gebundeld. Dus dan kijk je naar een jaargetal. Voor 2019 hebben wij dus gekeken naar welke momenten vertonen pieken in de lucht qua fijnstof. Maar we hebben niet gekeken hoe verhouden die twee zich tot elkaar. Zien we bijvoorbeeld op een moment van een piek in fijnstof ook meer meldingen bij de huisarts. En daar zou dus zo'n dagboekonderzoek, wat ik op het einde even kort aanstipte, zou daar veel meer antwoord op kunnen geven. En daarmee breng je niet alleen in kaart de klachten die zodanig als ernstig worden ervaren dat mensen ermee naar de huisarts gaan, maar ook de mildere klachten die fijnstofpieken ook kunnen creëren. Denk aan benauwdheid, hoesten, dat soort zaken. Dus juist door zo'n dagboekstudie te doen, dan meet je aan de persoon wat voor klachten ervaart hij op zo'n dag, ook wat is de longfunctie op zo'n dag. Wat is de luchtkwaliteit op zo'n dag bij die persoon in de buurt? En dan kan je correleren of die fijnstofpieken samenhangen met klachten die iemand ervaart. Hartelijk dank. Nog een vraag aan Sebastiaan Dinges. Wat voor acties kunnen we nog meer doen behalve acties bij Tata Steel?
Ja, goede vraag, tenminste heel relevant, denk ik. Want kijk, in de IJmond is het natuurlijk een opeenstapeling van allerlei problematieken, of in ieder geval veroorzakers van luchtverontreiniging. We hebben wegverkeer, we hebben scheepvaart, we hebben allerlei verschillende dingen. Ik denk wat belangrijk is, dat we op al die vlakken blijven ingrijpen. We doen als gemeente heel veel bijvoorbeeld op het gebied van duurzame mobiliteit en allemaal andere ingrepen. En tegelijkertijd weten we ook gewoon dat de industrieklussen waar we in de buurt bij wonen, dat gewoon een heel grote invloed heeft. Dus de insteek is vanuit de gemeente en vanuit de provincie om op al die gebieden tegelijkertijd in te grijpen. Want het is uiteindelijk die optelsom van al die verschillende luchtverontreinigingsbronnen die voor die gezondheidsproblematiek zorgt. En dat is overigens ook, om aan te sluiten op een eerdere vraag, denk ik ook iets wat we meer nodig hebben vanuit het Rijk. Regelgeving niet uitgaat van nou, deze bron. Maar dat die optelsom ook echt meegenomen kan worden. En die optelsom is namelijk wat de gezondheidseffecten veroorzaakt. Niet een individuele bron. En dat is echt een probleem. Hartelijk dank. Een vraag aan Jeroen Oldhoff. Noem een paar concrete voorbeelden van wat de provincie nu echt gaat doen. Nou, een paar concrete voorbeelden wat we nu op dit moment al doen. Dat is in eerste plaats een hele grote, waar ook door de omgeving heel veelvuldig om gevraagd is. Dat is de maatregel van de filterinstallatie bij de pelletfabriek. Daarnaast hebben we afgelopen maanden is het de inventarisatie van de zeer zorgwekkende stoffen is afgerond. Daar zitten we ook bovenop en daar hebben we ook aanvullende informatie gevraagd om daar ook straks de vergunningen mogelijk op aan te passen en ook aan een minimalisatie te gaan voldoen. Dus daar ook veel beter op te gaan handhaven. Dat doen we overigens ook al veel meer. Toezicht en handhaving is geïntensiveerd en aangescherpt. Daarnaast hebben we ook recentelijk zijn er ook aanvullende maatregelen gevraagd, werkvoorschriften opgelegd als het gaat over de opslag van de schroot, om uiteindelijk ook de geluidsoverlast terug te dringen. Daarnaast, als we kijken naar de toekomst, hoop ik dat we samen ook in ieder geval maatregelen kunnen treffen. Nou, hij is al genoemd, de kooksfabriek 2, wat een grote bron van overlast is en van gezondheid. Dan gaat het over de hoogoven 6, maar dan gaat het ook over de opslag van de grondstoffen. Dat als dat daar wat fout gaat, dat direct de omgeving onder de gruis en de roet zit. Hartelijk dank. Een vraag aan de deskundigen van het RIVM en van het NIVEL. In het rapport staat: zware metalen is ongewenst voor de gezondheid. Welke duiding moet er gegeven worden aan het woord ongewenst? Ik denk dat hier gerefereerd wordt naar het rapport over de grafietregens. Maar dat is even gokken. Daarin zeggen we inderdaad, we vinden in de omgeving van Tata Steel, naar aanleiding van zo'n grafietregen, vinden we een aantal metalen en pak. En dat noemen we ongewenst. Om twee redenen. Ten eerste zaten in die neerslag of in die stof die we toen hebben bemonsterd een aantal ZZS, zeer zorgwekkende stoffen. En het hele milieubeleid is erop gericht om ZZS, dus die zeer zorgwekkende stoffen, zo min mogelijk in de leefomgeving terug te vinden. Dus dat is, als je dat dan toch terugvindt, noem je dat onwenselijk. Het tweede dat we met die grafietregens toen hebben gedaan, is we hebben gekeken wat is het risico van grafietregens als met name jonge kinderen, dat via hand-mondgedrag, dus via buitenspelen en dan hand in de mond stoppen, grafietregen binnenkrijgen. En daarvan hebben we een risicobeoordeling gedaan en daar kwamen een aantal metalen, lood, vanadium, mangaan, uit, waarvan we zeiden dat is onwenselijk. Die niveaus die kinderen binnen kunnen krijgen zijn te hoog, wat gezondheidsrisico met zich meeneemt. Dus ik verwacht dat de vraagsteller daarna refereert. Zo niet, hoor ik het graag, dan zal ik even verduidelijken wat dan de vraag is. Prima, dan gaan we even ondertussen door met een andere vraag. In eerdere onderzoeken leek er ook een correlatie met grotere hoeveelheid rokers binnen de IJmond. Is dit aspect bekeken in relatie met de langdurige gezondheidsklachten? Zal ik hem even doen, Janneke? Ja, ik heb geprobeerd dat ook aan te geven zojuist. Dat we weten dat dat een risicofactor is, maar in dit geval hebben we het niet kunnen meenemen. Dat is eigenlijk het korte antwoord. Oké, dank u wel. En nog een vraag voor het RIVM. Is er een verschil tussen Beverwijk, Velzen en Heemskerk? In Heemskerk staat geen meetpaal voor fijnstof. Klopt. En dat maakt dat de kalender die ik net liet zien, of de tabel, moeilijker te vertalen is naar de situatie in Heemskerk. Wat het RIVM en GGD Amsterdam wel elk jaar doen, is die maken kaarten van heel Nederland. En daarop kan je zien wat is, maar dan praat je toch weer over jaargemiddelde fijnstofconcentraties. Maar daarop kan je zien
wat de fijnstofconcentratie bij u in de buurt is. En ook in Heemskerk kan je dat terugvinden. Maar dat is op basis van wat we dan noemen modelleren. Dus we stoppen een aantal getallen in een systeem en dat modelleert wat de fijnstofconcentraties op die locaties zijn waar geen meetpost is. Hartelijk dank. Een vraag aan Jeroen Oldhoff. Vindt u het eerlijk naar burgers toe om met belastinggeld Tata te helpen met achterstallig onderhoud? Laat eerst duidelijk zijn dat datgene wat wettelijk afdwingbaar is, dus waar ze gewoon aan de wet regels moeten voldoen, daar zal de overheid geen bedrag tegenover stellen. Dat moet gewoon Tata zelf betalen. Dus dat komt gewoon voor rekening van Tata Steel. De andere vraag is wel, vinden we het gerechtvaardigd om heel veel geld te investeren als overheid in het terugdringen van de CO2-uitstoot en van de stikstof? Dat doen we ook met elkaar, omdat het gewoon belangrijk is voor de natuur en het milieu. En ik vind het ook een gerechtvaardigde vraag dat wij het ook belangrijk vinden om te investeren in een gezonde leefomgeving. En ja, wat mij betreft, zou als het om bovenwettelijke maatregelen gaat die we niet kunnen afdwingen, zou ik het best willen verdedigen om daar ook te kijken als overheid of je daar in ieder geval mee kan financieren om dat mogelijk te maken. Want het gaat uiteindelijk, wat mij betreft, niet om Tata Steel. Het gaat uiteindelijk om een gezonde leefomgeving in de IJmond. Dan nog even een vraag voor het huisartsenonderzoek. Er wordt over diabetes gesproken. Binnen de groep diabetes heb je verschillende ziektes. Diabetes type 1 en 2 zijn in de basis volledig verschillende ziektes met dezelfde symptomen. Welke vorm van diabetes wordt hier genoemd? Die vraag kan ik op dit moment niet beantwoorden. Excuses daarvoor. Dan is er nog een vraag over dat er weinig te zeggen is over mengseltoxiciteit. Maar is er wel iets mogelijks om te zeggen over stapeling van mengsels of stapeling van stoffen? Daar moet ik even op terugkomen. Ook dat ga ik even uitzoeken intern. Oké, deze vraag wordt later online beantwoord. Dan nog een vraag. Wat is het effect van zoute lucht op het meten van ultrafijnstof? Hoe binden de moleculen als er zout in de lucht zit? Ook deze vraag ga ik even intern checken met onze experts van de fijnstof en de ultrafijnstof. Wat ik vandaag heb laten zien ging over fijnstof, dus PM10. Dus dat is groter dan ultrafijnstof. We hebben vorig jaar als RIVM ook metingen gedaan aan ultrafijnstof in de IJmond. Ik ga even aan deze expert, deze collega vragen hoe dat zit met zouten. Hartelijk dank. Die komen we dus ook op terug. Dan nog een vraag aan het RIVM. U heeft gekeken naar piekconcentraties. Wordt bij blootstelling van bewoners aan ongezonde stoffen het ongewenste effect na opname en verwerking in het menselijk lichaam het meest bepaald door het jaargemiddelde of door een piekconcentratie? Indien dat laatste, moeten we niet vaker piekconcentraties in de omgeving berekenen of meten? Ja, een complete vraag. Dat is ook een van de punten die ik even benoemde in de beperkingen van het werken aan pieken. Het kan namelijk beide zijn. Het ligt heel erg aan de stof waar we het over hebben. Als je kijkt naar fijnstof, dan weten we dat piekblootstelling kan leiden tot acute klachten. Nogmaals, denken aan benauwdheid, aan hoesten, een beetje druk op de borst voelen. Dat kan zodra het een kortstondige piek is. Deze klachten gaan ook vaak weer weg zodra de fijnstofconcentraties afnemen en naar beneden gaan. En dan zie je dus dat een piekconcentratie een gezondheidseffect heeft direct. Maar we weten ook dat langdurige blootstelling aan fijnstof, en dat kunnen ook lagere concentraties zijn, ook lange termijn effecten kunnen hebben. Zelfs tot vroegtijdige sterfte. En dan is het dus veel beter om naar jaargemiddelde concentraties te kijken. En zo is het met meer stoffen, dat ze zowel een acuut effect kunnen hebben, dat weer weg hebt, of er zijn ook stoffen die kunnen stapelen. Dus het is per stof verschillend of het handiger is om naar een jaargemiddelde te kijken of naar een piekblootstelling. En soms is alle twee relevant. Dank. Dan een vraag voor Jeroen Oldhoff. De Zweden wilden Tata niet hebben omdat de fabriek ernstig verouderd is en in slechte staat verkeert. Is het wel realistisch om te investeren in een dergelijke fabriek? Uiteindelijk is het niet aan de provincie om te bepalen of geïnvesteerd moet worden in een fabriek. Wat ik wel belangrijk vind is dat wij moeten zorgen dat er een gezonde leefomgeving ontstaat. En dat betekent dat er geïnvesteerd moet worden in deze fabriek. En als wij het belangrijk vinden dat deze basisindustrie met veel werkgelegenheid behouden blijft voor de IJmond, behouden blijft voor Nederland, dan zullen we ook met elkaar bereid moeten zijn om daarin te investeren. Dus als het mogelijk is, en die mogelijkheden zijn er, die technieken zijn er, dan zou ik zeggen dat het zinvol is om te investeren in deze fabriek. Maar wel investeren in duurzaamheid en gezondheid.
En nog een vraag ook voor Jeroen Oldhoff. U heeft het steeds over op korte termijn gezondheidswinst realiseren. Wat is in uw ogen korte termijn? Ja, dat is een hele terechte vraag. Want ik moet ook eerlijk zeggen, toen ik pas aan deze klus begon, had ik het ook over een filterinstallatie bij de pelletfabriek. Wat kan moeilijk zijn om een filterinstallatie te kopen en te installeren. En dan zou je toch met een paar maanden klaar mee moeten zijn. Wat ik me wel gerealiseerd heb en ook heb laten uitleggen door experts extern, is dat zo'n filterinstallatie is gewoon een nieuwe fabriek bouwen. Dus de eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen dat uiteindelijk investeren in die gezondere leefomgeving, dat is niet een kwestie van maanden. Dat is wel een kwestie van jaren. Wat ik wel belangrijk vind, is dat er nu duidelijk moet worden van wat gaan we investeren, wat is het effect wat u daarvan mag verwachten en wat is de termijn waarop dat effect ook bereikt moet gaan worden. Dus dat gaat inderdaad wel even duren, maar ik vind wel dat er heel snel duidelijkheid moet zijn waarin geïnvesteerd gaat worden en wat de effecten daarvan gaan worden. Oké, en dan nog even een vraag voor het RIVM. Er is gekozen voor een meetstation aan de Reindersweg. Dat is niet bebouwd gebied. Waarom is er toch gekozen voor dat meetstation? Dat klopt. De Reindersweg staat pal aan het terrein van Tata Steel. Aan de oostkant, westkant, excuus. We hebben deze 6 meetstations gekozen omdat die ook veel gebruikt worden in de GGD Amsterdam rapportages. Dus we geven een beeld van de fijnstofconcentraties. Hartelijk dank. En dan een vraag voor Jeroen Oldhoff. Is het niet voldoende wat we hier hebben liggen om de fabriek nu stil te leggen? Nee, op basis van wat er nu ligt, op basis van deze rapportage, maar ook op basis van de handhaving en toezicht wat we elke dag uitvoeren, is dat niet voldoende, heb ik niet de bevoegdheid om een fabriek stil te leggen. Hartelijk dank. En dan nog een andere vraag. Kunnen er wel windmolens worden geplaatst met het oog op stofoverlast? Ja, dat is een terechte vraag. Ik heb die vraag ook voorbij zien komen. Die wordt ook voorgelegd aan de experts. Omdat ik weet dat er eerder antwoord is geweest. Maar het is wel een punt waar ik zeker aandacht voor wil vragen. Als de windmolens geplaatst worden, wat betekent dat dan? Maar deze vraag zal ook verder meegenomen worden uiteindelijk bij de discussie rondom de windmolens en de resten die nog gaan plaatsvinden. Maar het is een punt waar we zeker ook aandacht aan zullen besteden op het moment dat daar een vergunning wordt aangevraagd. En dan nog een vraag, ook nog aan Jeroen Oldhoff. Hoe lang krijgt Tata de tijd om schoner te worden? Welke deadlines moeten ze voor u krijgen? Nou, wat ik net aangaf, volgens mij zitten er een aantal deadlines in. Ik wil op korte termijn in ieder geval weten van wat gaat die investering van 300 miljoen, waar gaat die in geïnvesteerd worden en wat mogen de bewoners daarvan verwachten en wanneer mogen ze dat effect ook daadwerkelijk zien. En in de gesprekken ook met het Rijk om aanvullende investeringen te gaan doen, dan hoop ik in ieder geval dat we wel op korte termijn in gesprek gaan en ook daar een duidelijke agenda kunnen neerzetten. Dus de urgentie is hoog, die voelen we denk ik allemaal. Dus wat mij betreft moeten we ook zo snel mogelijk naar de bewoners perspectief bieden wanneer mogen ze wat gaan verwachten. Overigens, laat ik daar ook duidelijk over zijn, dan hebben we het over de aanvullende maatregelen die we graag zouden willen gedaan zien worden. Dat is iets anders natuurlijk als het gaat over het aanscherpen van de vergunningen. We zijn bezig met het aanscherpen van die vergunningen. Waar zit ruimte in? Waar kan het scherper? En daar zullen we ook zeker op gaan handhaven. Dat zijn maatregelen die nou, zo snel mogelijk gedaan moeten worden als dat noodzakelijk is. Dank. Aan een vraag aan het RIVM. Denkt u dat het voor een beter beeld van de luchtkwaliteit en gezondheid nodig is om meer meetstations te laten komen en dat er wellicht iets te verbeteren valt in het meetnetwerk? Dat vind ik een moeilijke vraag om zo te beantwoorden. Er staan, als ik het goed heb uit mijn hoofd, in de IJmond 7 meetpunten. Aan de ene kant is dat natuurlijk best wel veel, aan de andere kant mis je altijd pieken of stofwolken, hè? Dat gebeurt nog steeds. En dan kan je 2 dingen doen. Je kan dus meer meetpunten neerzetten. Of je kan kijken, kan je het verschil modelleren tussen de meetpunten? Kan je op basis van dus modellen voorspellen wat de luchtkwaliteit is tussen de meetpunten? Daarnaast wordt er niet op elk meetpunt alles gemeten. Ja, bijvoorbeeld als je kijkt naar metalen en pak, dat wordt gemeten in zowel Wijk aan Zee als in IJmuiden, maar niet op de andere meetpunten. Dus daar is over na te denken. Maar ik zou het wel altijd van belang vinden om goed na te denken van wat kan je dan met die resultaten, wat kan je met die metingen doen? En hoe helpt het om inzicht te krijgen in de leefomgeving? Of hoe helpt het om inzicht te krijgen waar mensen aan worden blootgesteld? Oké, dank u wel. Dan nog een vraag. Houdt Tata Steel zich aan de algemene regels of zijn ze eigenlijk illegaal bezig met bepaalde dingen waardoor ze het milieu en de gezondheid voor mensen verslechteren? Vraag aan Jeroen Oldhoff.
Kijk, er zijn altijd incidenten die uiteindelijk niet mogen plaatsvinden. Hè. Daar zullen we ook zeker op handhaven. Maar als we kijken op basis van de huidige wet en regelgeving en op basis van de vergunningen die er nu zijn, blijven ze nou, in ieder geval het grootste deel binnen die regels die we hebben afgelegd. Dus wat dat betreft houden ze zich daar aan de regels en daar zien we ook op toe dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Hartelijk dank. En dan een vraag. Welke rol spelen de schepen die het kanaal passeren in de uitstoot? En voorziet het RIVM hier nog veranderingen in als de sluis straks haar deuren opent en er nog grotere schepen passeren? Of spelen die schepen geen rol van betekenis? Nou, ook de scheepvaart is een bron van uitstoot in de IJmond. Dus de scheepvaart draagt ook bij aan de emissies. Wat we nu nog aan het doen zijn binnen het gezondheidsonderzoek is ook te kijken, kunnen we op basis van de metingen, het luchtmeetnet, ook beter zien wat de bron is van bepaalde stoffen. En een bron kan dan zijn het datasteelterrein of de scheepvaart of wegverkeer. Daar komen we dus later dit jaar op terug met die resultaten. Wat het effect van de sluis zal zijn, weet ik nog niet. Dat is in de toekomst kijken. Daar kan ik geen antwoord op geven. Oké, en dan is er nog een vraag. Waarom geen data-analyse op basis van satellietdata? Een vraag aan het RIVM, denk ik. Ja, dat ga ik even intern checken. Het meetnet is een standaard, ik wou zeggen procedure, maar in het Nederlands wordt het dus een procedure om de luchtkwaliteit in Nederland in kaart te brengen. Ik weet dat er ook steeds meer met satellieten gedaan wordt. Ik ga intern uitzoeken hoe dat zit en wat wij daar als RIVM van weten. Daar kom ik op terug. En dan nog een vraag aan Jeroen Oldhoff. Hoe kan het zijn dat de vergunningen op dit moment te ruim zijn? Nou, er komen elke keer weer nieuwe inzichten en nieuwe technieken zijn er beschikbaar waarmee gewerkt kan worden. En op basis van die nieuwe inzichten en die nieuwe technieken kijken we ook naar de vergunningen die er zijn. En waar het kan zullen we ze ook aanscherpen en daar ook op toezien en op handhaven. Oké. Sinds de nieuwe windmolens actief zijn is de stofoverlast enorm toegenomen. Kunnen die niet stilgezet worden als de wind richting Wijk aan Zee of Beverwijk staat? Ja, dat vind ik een lastige vraag. Kan ik nu geen antwoord op geven, dus die zou ik graag later ook willen via schriftelijk willen beantwoorden. Oké. Ik vind ijzer om mijn huis. Is dat duidelijk? Is het niet duidelijk dat dit van Tata komt? Ja, ik vind het ingewikkeld als het RIVM uiteindelijk geen oorzaak en gevolg wil benoemen. Dus in dit rapport uiteindelijk niet zegt van wat de oorzaak uiteindelijk ook dat niet onderzocht heeft. Kijk, wat natuurlijk wel een feit is en daar hoeven we ook niet omheen te draaien, is dat er een grote staalfabriek in de regio IJmond staat. Dus dat uiteindelijk ook deze staalfabriek Tata daar een belangrijke rol in speelt. Dat lijkt me wel heel erg waarschijnlijk, ja. En dan de laatste vraag voor vanavond. We zijn iets uitgelopen, dus dat hebben we wat ingelaat. De rest van de vragen worden allemaal schriftelijk beantwoord. Dat is een vraag aan Jeroen Oldhoff. Het programma Tata van de provincie loopt tot 2050. Welke concrete tussentijdse doelen staan daarin voor de afname van emissies van Tata? Wat over 2 tot 5 jaar en waarom wachten tot 2050? Ja, nou, dat is een van de eerste vragen die we ook bij het conceptprogramma Tata Steel is die ook gesteld. 2050 is ontzettend ver weg. 2030 is al heel ver weg. Daarom hebben we ook samen met de Omgevingsdienst een uitvoeringsagenda voor de komende 2 jaar neergezet. Om te zorgen dat we de komende 2 jaar ook zorgen dat alle vergunningen aangescherpt zijn en voldoen aan de laatste technieken en informatie die we hebben. Dat we ook daarop handhaven en op toezien, zodat uiteindelijk ook de omgeving kan vertrouwen op de overheid. Dat we in ieder geval zorgen dat de vergunningen op orde zijn en dat we handhaven en toezien. Dat neemt niet weg dat er ook meer moet gebeuren. Dat heb ik al eerder aangegeven. We willen ook voor de korte termijn, verwachten we ook van Tata, maar verwachten we ook samen met de overheid om te investeren in maatregelen om op korte termijn ook te investeren in een gezondere leefomgeving. Dus op korte termijn, komende 2 jaar. En we zullen ook tussentijds zullen ook rapporteren welke maatregelen ook getroffen zijn. Welke vergunningen zijn aangescherpt. We zullen volledig transparant over zijn. Is wat mij betreft vooral de komende 2 jaar alles gericht om aan die gezondere leefomgeving te werken. Hartelijk dank. Wij gaan alle vragen beantwoorden die in de chat zijn gekomen. Dus de vragen die nu niet aan bod zijn gekomen, die worden online via de site van de provincie, die dan weer bereikbaar is, overigens beantwoord. En als u vragen nog achteraf wil stellen, dan kan dat ook naar het volgende mailadres. Dat is rivmonderzoek
rivm@noordholland.nl. Ik herhaal dat nummer: rivmonderzoek@noordholland.nl. Dat websites, dit mailadres zetten we ook op de website van de provincie, dus de website waarbij u toegang heeft gekregen tot deze livestream. Dus daar kunt u dat mailadres ook terugvinden. Ik wil heel graag bedanken de onderzoekers van het RIVM en van Nivel. Dat zijn Janneke Elbersen en Michel Dukers voor hun aanwezigheid vanavond. Ik wil graag ook gedeputeerde Jeroen Oldhoff van zijn aanwezigheid bedanken. En wethouder Sebastiaan Dingens. En ik wens u allemaal een wel thuis op tijd voor de lockdown. Dank u wel voor het kijken. De vragen zullen allemaal worden beantwoord. Deze livestream die blijft beschikbaar om terug te kijken. En al uw vragen zullen later op de site van de provincie worden beantwoord. Ik dank u wel. Een goede avond.